geeft, nooit een bal en terug. Dat gevoel moet je gewoon een beetje opbouwen, zeg maar. Gewoon lekker doorspelen. En rustig, denk alleen maar aan de keu. Dit is je keuze. Keurig. Terug, helemaal. Alleen maar kijken hoe die ballen rollen, dat zal je aanbieden, weet je. Klaar, het gaat erom dat je lekker met je keu naar voren gaat en naar achteren. Dat is het allerbelangrijkste. Terugtrekken je keu. Laat me terug, je moet niet kijken wie het doet. Hij doet het wel, Klaas. Klaas, hij doet het wel. Ja, wel. Kijk naar je keu, dat is de bedoeling. Wel op een andere manier. Ja, maar kijk naar je keu. Zoek een dikte. Terug. Kijk, je kijkt of je het doet. Dat moest ik wel even. Ja, maar je kijkt of je het doet. Je kijkt, je rood. Kijk. Ik ga van rood rechts effect. Voelen, stoot. Ik trek mijn keu terug. En ik kom omhoog. Slalomsje. Zie je? Kijk, de lijn is goed. Alleen het tempo is iets te zacht. Stoot is mooi. Alles is mooi. Ik sta mooi. Ik sta nog steeds in mijn lijn. En ik heb iets te zacht geklapt. Dat is waar het om gaat. Mm-hmm. Ja. En ik sta nog steeds op mijnzelfde plekje. Ik sta hem niet te kijken of hij het nou wel of niet doet. Hè? Dat is het verhaal. Dus ik loop naar de volgende bal. Nou, dan ga ik van rood. Dus ik ga op rood een keuze maken. Kijk, ik ga bewegen op rood. Ik beweeg en ik klap. Ja, kijk, en ik blijf mijn keu terugtrekken nu. Kijk, ik trek hem terug en als hij het doet, doet hij het. En als hij het niet doet, is het ook goed. En ik sta nog steeds in contact op die dikte. Kijk, ik sta nog steeds op die dikte. En ik kom omhoog en ik ga de volgende punt weer maken. Kijk, en dat is een beetje waar het om draait, Klaas. En dan ga je doorheen. Dus je staat op bal 2 en je gaat er doorheen. Kijk, nu lig je op bal 2. Je tikt en je trekt hem terug. Trek hem terug. En niet kijken of je... Zo, kijk, dit is goed. Kijk, dit is een bal die kun je begrijpen. Omdat je weet wel dat hij het doet. Als je stoot. Of je dan hard of zacht gaat, dat doet het altijd. Dan sta je stil en dan trek je je keu rustig terug. En dat kan je wild doen en dat kan je heel voorzichtig doen. Ik kan hem ook heel voorzichtig terugtrekken. En ik zou beginnen met voorzichtig terugtrekken. Maar stevig erin. Stevig erin. En nou terugtrekken je keu. Kijk, je wil hem al terugtrekken gelijk. Hij deed het al, hè? Die bal. Zo mooi. Hij vloog in ene erop zelfs. Ja. Terwijl je daar niet mee bezig bent. Je bent wel met een trekstap bezig, maar nog niet dat je hem in ene erop wil hebben. Want de bal had ook goed geweest. Ja. Je kan natuurlijk puzzelen wat je wil nu. De gele is je bal. Ja. Nou, je gaat van wit en je pakt een lange bal en dan gaat hij naar rood. En je speelt hem rustig aan, die kan je rustig, maar je kan hem ook hard aan, maar je moet wel afstoten. Dus niet op je voeten gaan, terug en helemaal heel goed, kijk zo, hè. Dit is netjes, eigenlijk is dit netjes. Maar probeer gewoon op je voeten te gaan staan, hè. Je hoeft helemaal niet een soort piqueten van te maken. Hè. Kijk, als je nu stoot, zie je de pomerans. Kijk, nu zie je de pomerans, die moet je recht terugtrekken en dan doet hij het of doet hij het niet, ja, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je die pomerans gezien hebt. Ja. Zie je de tent? Zie je de tent? Ja. Geef hem eens aan dan. Wat is de tent? Hier zit het. En waar gaat de tent naartoe? De nok, hier. Ja. En dan daar naartoe. Ja, dus je hebt drie lijnen. Kijk, je hebt deze lijn. Kijk, je hebt deze lijn heb je. Dit is een lijn. En dit is een lijn. Twee lijnen heb je zelfs. Twee lijnen. Kijk, dit is een lijn. Dus één lijn. En dit is twee lijnen. Dan zou je nog een bandje bij nog een lijntje. Maar dit is ongeveer het patroon. Dus deze driehoek speel je. Ja. Nou, als je effect geeft, ja, dan gaat hij daar naartoe. Als je dun raakt met effect, dan krijgt hij hier tegeneffect. Hij moet ook niet te vroeg op de bal komen. Nou ja, dat voel je wel, maar dat zie je wel. Dus je moet hem in de tent spelen. Terug, kijk, nou heb je hem mooi dun. Kijk, nou zien we wat. Zie je? Kijk, nou maak je een karambol daar. Hier maak je nu die karambol. Ja. Drie banden, hè? Lange band, lange band. Lang, lang, lang. Karambol. Een heel simpele truc. Kijk. Als ik nou dit ding hier neerzet voor jou. En ik zeg tegen jou, speel nou eerst die gele bal eens hier naartoe. Zachtjes daar naartoe.
doe het zachtjes naar die kabel. Kijk, daar zijn we. Kijk, als je nu gas geeft, hoef je nog maar zo'n stukje. Dus je stelt nu mooi af, maar hij is al te hard voor die kabel. Dus ja. Een stukje harder zit hij al daar. Nou, en dan laat je hem gewoon rustig vallen. Dat is het verschil. Kijk, dun kunnen staan. Kijk, Klaas, je moet dun kunnen staan. En hard kunnen stoten. Maar je moet ook dun kunnen staan en zacht kunnen stoten. Dus rustig. Wow, kijk, nou is de haar, raak je hem op het punt. Kijk, nou heb je hem. Kijk, en je blijft staan, hè? Kijk. Dit is gouden. Als ik je nu terugzie, blijf je staan in die lijn. Nu gooi je hem in dikte. Eén beweging. Er zat niks tussen, hij komt gewoon op zijn eindpunt. Ja. Maar verder is dat, hè? Mogen we nu verder? Ja, wel. Kijk, een rood hier zijn spelen, dat is het belangrijkste. Recht, recht, recht. Terug je keuze en omhoog. Kijk, hier zuiken. Nou zit je op de goede dikte. Heb je al gezien, hè? Ik weet niet waar je nou nog naar kijkt, hoor. Klaas, waar keek je nu nog naar? Weet je, op het moment dat je ging staan, ging je toch nog kijken waar je ging? Je hebt deze bal liggen. Naar de dikte op dat, hè? Je hebt deze bal liggen. Zo. Ja. Nou, nu kijk je hoe die moet. Kijk, je kan of een tweebander spelen, dus één band, twee band, of je kan een eenbander spelen. Daar kan je naar kijken. Dat is dan, kijk maar, als jij nu dun kijkt, dan gaat die voorlangs zonder effect. Dus als je dun speelt, dan kan je ook even dikker en je hebt twee banden zien. Nou, maar nu zie je dus gewoon een band. Kijk, dit is veel mooier eigenlijk. Terugtrekken en omhoog. Kijk, nu blijf je staan, hè? Dat zie je gauw genoeg. Dus nu ga je voor je dikte staan. Dus je gaat een beetje voelen, dikker, dunner en hebben. En dan mooi diep en dan voelen. Tik, terug en omhoog. Kijk, meer is het niet. Kijk, dit is biljart. Dus je gaat eerst je programma maken. Dus hoe die moet. Ja. Dan ga je voor je dichten en dan ga je lekker stoten. Dus je gaat je programma maken. Dat heb je. Dan ga je voor je dikte. Je zoekt je dikte en je gooit je dikte. Terug je kui en omhoog. Kijk, nou ben je aan biljarten. En je gaat er weer de volgende programma ga je weer maken. Want kijk, het programma kan je toch niet veranderen meer. Het programma valt zo. En nou loop je op die lijn, je loopt gewoon met de achterste voet loop je naar voren, op die lijn. Je voorhand komt als laatste, je duikt er al te snel in, heb ik wel eens meer gezegd. Hè? Kijk, hier is de lijn. Maar jij doet hier de lijn, dan doe je gelijk op dit. Ik doe dit, kijk. Dat is het verschil. Zie je dat? Kijk, Klaas, ik ga in die lijn staan. Dus kijk, hier sta ik te ver. Als ik nu buk, kan ik nu niet bij. Ik loop er naartoe. Even dikken. Even dikken. En een tikje. Dus kijk, jij doet dit. Ik doe dit, kijk. Dat is het verschil, hè? Ja. Maar zo simpel als het balletje is, hè? Kijk, maar nu doe je het al. Kijk, je hebt hem al gericht. Tik maar. Terug je keu. Niet gaan wringen, want hij is toch te zacht voor je gevoel. Maar dat deed het wel. Terug en omhoog. Je moet vrijer daarin opgaan. Dus je ziet de dikte. Tik, terug en omhoog. Kijk, en dat die gele nu dik is, dat doe je zelf. Want je staat in een dikke lijn, dat snap je. Zie je, kijk, deze lijn leg je hier keuze. Nou, en dan hoef je alleen nog maar die lijn te spelen. Tik, terug en omhoog. Teruggaan naar je keuze en de volgende. Dus je moet punt voor punt spelen, Klaas. En geen wikken of wegen naar de carambols.
Stoot, kijk, als je hand beweegt, is het goed, klaar. En als het te zacht is, of te dik is, of te dun is, maakt hij zo de mitra. Hoppa, terug je keu en omhoog. Kijk, meer hoef je niet te doen. Nee, dat is niet zo. Dat is gewoon omdat je nu goed stoot. Dat is gewoon omdat je gewoon nu bij de lijn, nu ben je gewoon niet bij, met je wil. Kijk, als je nou hier had gevallen, weet je, ja, had het ook goed geweest, want je hebt goed afgestoten. Alleen dan had hij iets dikker gemogen. Maar je stoot wel goed af. Dat bedoel ik, hè? Kijk, daarom, als jij een bal te hard, als je zo'n balletje hier had, dan zeg je, ja, hij moet harder. Nee, het gaat erom dat je hem goed afstoot. Dat is veel belangrijker. Dus nu ook, je gaat gewoon in je lijn zitten. En je kijkt en je tikt. En je wacht gewoon dat hij het doet. En maar rustig blijven wachten. Terug en omhoog. Gaat hij goed verdelen in één keer voor je? Maar dat komt omdat we er. Kijk, dat komt omdat we ermee bezig zijn. Hè? Kijk, ik zie heel veel in jouw stoottechniek. Hè? Want jij hebt gewoon een goede stoottechniek. En je weet hoe alle ballen moeten. Maar je moet gewoon wat simpeler gewoon voor je diktes gaan. Dat is het verschil. En als je goed stoot, dan gaat dit vanzelf, Klaas. Als je in de bal gaat en uit de bal gaat, tik, terughalen je keu. En omhoog, tik, terughalen je keu. Weet je, zo simpel is het, hè? Goed kijken naar je dikte, tik, terughalen je keu. Uit de lijn terughalen die je maakt. Iedere bal heeft een lijntje nu, hè? Dus gewoon maak, zoals je hem ziet, hoe ga je hem maken? Nou, van geel. Dus stoten, tik. Je hebt hem al terug voordat je erin gaat. Ja. Ja, nee, dat maakt niet uit, of stoot je kogel hard. Het gaat erom, je gaat erin en je trekt hem terug. Ja. Kijk, je gaat erin. Kijk, dit is dan een dunne zak, die kan ik nog proberen, heel dun. Kijk, je gaat erin en je trekt hem terug. Die was gewoon dun, maar ja, goed, hadden we misgekend. Maar ik ga erin en ik ga terug. Kijk, ik ga erin en ik ga terug. Kijk, ik ga erin. Dus ik zoek een dikte met effect. Dus ik ga erin en ik ga terug. Nou, ik maak gewoon een paar puntjes. En of ik dat nou over band doe, of klein, of groot, of weet ik wat. Ik ga nu twee banden proberen te maken, dus via de korte band. Dus ik ga in de rood, en ik ga terug met mijn keu. Meer doe ik niet. Maar dat is een heel balletje, dus dat vind ik ook leuk. Ja, maar het hoeft niet gelijk raakt als je goed door de bal gaat. Snap je wat ik bedoel? Kijk, als ik in ene ga, kijk, hij hoeft niet gelijk raak. Zie je, dat is het punt, hè? Kijk, je wilt gauw dat hij raak gaat. Kijk, als je deze optrekt, Klaas, dan hoeft hij niet gelijk raak, maar hij moet erin. Kijk, hij moet erin. Erin, die lijn is belangrijk, hè? Die is belangrijk om dat goed te doen, hè? En als hij dan mis is, kijk, dan gaat het te vallen omdat ik in de goede lijn sta. Maar eigenlijk, ik ga gewoon voor mijn lijn. Zie je? Kijk, deze bal, ik kan hem dun aanspelen, is hij raak. Dus een dunne lijn is raak. En een dikke lijn is raak. Alleen, ik kan hem nu nog te zacht spelen. Kijk, als ik te zacht stoot, doet hij het niet. Je gaat het net niet doen. Nou, net wel. Net even te hard. Maar eigenlijk een beetje tegen het zacht aan. Terwijl ik best wel hard afstoot. Maar omdat ik hem dik speel, heb je weinig snelheid naar 3. In de goede lijn gaan zitten. Dus je voorhand op de lijn leggen zo. Kijk, je voorhand op de lijn leggen. Staan blijven. Terugtrekken. Nou mag je terugtrekken. Kijk, dat klopt precies, hè? Resultaat? Nou, prima. Ga je volgende resultaat. Als je dit gaatje te klein vindt, dan speel je hem toch van los. Ga je daar naartoe? Ik weet niet of dat te klein is.
Nou ja, maar dan doe je het. Als jij het niet te klein vindt, dan doe je het en je gaat gewoon kijken of je het doet. Maar je moet voor je lijn gaan, dat is het verhaal. Je geeft gewoon effect en je schiet hem door. Dus ik kan heus wel hoog aan je bal, zij-effect en dik raken en rustig blijven staan. Blijf staan, terug, en omhoog, zie ik heel makkelijk. Ja. Maar die afstand maken, daar gaat het om. Dik, terug en omhoog. Nou ja, als je te dik is, gaat hij deze lijn. Kijk, als ik hier een kegeltje neerzet en je klost hem, dan raak je hem wel behoorlijk dik hoor. Zie je, kijk, nou is hij mooi. Kijk, als jij hem op die kegel wil laten klossen, dat deed je net. En rustig zo, doe niet zo hard hoor, gewoon op de klos. Kijk. Gecontroleerd op de kegel. Maar je moet dus de dikte inschatten op die rode bal. Dus nou heb je die tweede kegel in je hoofd. Kijk, pats, kijk, nou ben je een miljarder. En dan kan je hem er tegen. En dan zou ik je alleen te hard voor om zachtjes erbij te leggen. Het is een afstand van niks. Dus je hoeft maar heel zachtjes naar rood toe te gaan. Voelen, tik is het. Kijk, veel te hard, maar wel raak. Het is nu, als ik hem zo zie rollen, dan zie ik hem beginnen. Dus als je nou deze wil raken. Ook op de klos, hè. Kijk, met een bandje zelfs. Dus hij is te dun. Ja. Want even een dikke klos zit hij in ene erop. Mm-hmm. Is hij ook goed. Hier is hij ook nog goed. Het gaat om die dikte die je voelt. Hier, kijk, vol erop. Terug en omhoog. De eerste. Ja, je bent maar de tijd door, omdat je die oefening aan het doen bent. Ja. Kijk, dat is met die kegeltjes, hè. Dan leer je gewoon je diktes inschatten. Nog ken, maar ik bedoel, ja. Je zat al toch vrij laag. Ik bedoel, je geeft links effect. En ja, als je nog lager gaat en je gaat dikker, dan trek je hem alleen maar naar de hoek toe. Kijk, dan heb je hem al. Kijk, zie je, dit is een biljart. Maar zie je dat je nu aan het mikken bent door die kegeltjes? Ja. Dus je gaat nu de kegel bij de korte band raken. Kijk, dus dan voel je dat je even dieper mag. Kijk, zie je, kijk. Maar je raakt nu nog de gele. En je wil de eerste kegel raken, dus je bent te dun. Wel afstoten, hè? Wat zeg je? Dikker. Ja, gewoon je moet afstoten. Erin, eruit en terug. Kijk, dat heb je hem al. En je maakt ook geel, hè? En je ziet hoe mooi rood die rood komt vanzelf. Zo heb je nog nooit geen band, hè? Snap je dat, Klaas? Ja, dat snap ik. Dus die dikte was wel goed, hoor, die je net speelde. Het gaat hem om even over en dat het effect. En je drukt hem gewoon weer weg in diezelfde dikte. Kijk, huppa, een kegeltje. Iets te hoog. Maar ook te dun. Ja, zie, dat is waar. Of je geel raakt. Kijk, met je hoogte raak je geel of je raakt de kegel. Zie je, kijk, nou zie ik op de gele en de kegel. Of je zou hem in het gaatje getrokken hebben. Nee. Ja. Ja. Leuk, hè? Kijk, dat is dus eenbanders trainen, hè? Kijk, dus als je die ballen hebt, maar je hebt eenbanders. Je hebt hier een eenbander liggen. Maak er eens een eenbander van rood. En dan word je zuiver. Dus dit is jouw dikte. Staan blijven. Kijk. Perfectus. Ja, dus eenband, bal. Of eenband, kegel. Of, kijk, jij voelt als je te dik zit, dat je naar die kegel toe gaat. En als je wat dunner, ga je naar die bal. En als je of hoger aan je bal. Kijk, je kan het hoog aan je bal doen. Kijk, als je de dikte goed vindt, kijk, kan je hoog aan je bal gaan, dan doet hij het niet. Lager aan je bal, kijk, dan gaat hij al. Zie je, kijk, dan gaat hij al. Kijk, hij gaat al. Zie je? Hoog aan je bal had hij de eerste kegel gepakt en nog hoger had hij ervoor gegaan. Ja. Dus het gevoel met bal 3, daar gaat het om. Zie je? Kijk, nou speel je gewoon een dunne rood, zie je? Dus hard op 3. En jouw bal die schiet nog van 3 af. Kijk, en dan ligt het misschien wel niet helemaal lekker, omdat je de controle niet hebt op de derde bal. Alles is goed, maakt niet uit wat je raakt. Alles is goed, maar je moet er niet naspelen. Terughalen, je kan en omhoog. Meer hoef je niet te doen. Hoe die ballen uitrollen, dat moet je zelf weten. Terug en omhoog. Voelen, stoot.
Dus kijken, 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 2, 2, stoot. Nee, die trekt hem terug. Ja. Dit is technisch niet goed. Kijk, technisch moet je blijven biljarten. Kijk, technisch, technisch in de rood. Rood, rood, rood en stoot. En terug. En omhoog. Zie je, dit is technisch biljarten. Kijk, maar dat is je kwaliteit, Klaas. Je moet die stootlijn maken. Je moet maken, de stootlijn, je keu moet op de stootlijn liggen als je gestoten hebt. Zo, ja, kijk, nou gaat hij erin. Terug en omhoog. Kijk, nou doe je wat. Dus je laat je keu niet naar rood toe gaan. En dat moet wel, je moet naar rood toe gaan met die keu. Kijk, je keu die gaat naar rood. Zo, ja, kijk, nou gaat hij naar rood. Dit is biljarten. Vergeet het nou nooit meer. Nee. Je gaat altijd naar de tweede bal. Kijk, je gaat altijd naar de tweede bal. Hij gaat naar rood. Terug in de bal. Ook als je een klein stootje hebt. Kijk, je gaat naar rood. Kijk, je gaat naar rood. Die ring. Die ring, daar gaat het om. Kijk, dit is wat je doet. Hier ligt de gele bal. En die speel je naar rood toe. Je speelt hem naar rood toe. Je voelt hem naar rood toe. Mm-hmm. En niet van. Of. Okay. Of, nee, naartoe. Kijk, je zit hoog aan je bal, dus ja, dan gaat die hard. Als je diep zit, ga je veel naar rood toe. Kijk, nou gaat hij. Alleen je zit hoog aan je bal, daarom rolt hij hard nu. Dat is het enige. Lager zitten. Ja, met zoveel kracht, ja, je moet wel hard stoten met je hoogzin. Dus je legt je keu erin, dus je beweegt met je achterhand naar rood toe. Rood, rood, stoot. Zo ja, kijk, dit is goed, alleen je zit te hoog. Dit is laag, kijk, dit is laag. Dan hoef je bijna niks te doen, dan gaat hij, als je maar je keu naar voren duwt. Wijst, je zit nog niet hoog. Je zit nog hoog. Ja, zo zit je laag. En dan rustig, klop. Kijk, nou trek je hem heel makkelijk. Nou is je gelijk rustig rood. Ja, ik kan het wel. Ja. Snap je wat ik bedoel? Nee, dus dan kan dat rustiger. Zo moet je het een beetje zien. Dus als je deze trekt, kijk, je trekt hem. Kijk, je kan heel rustig die keu erin gooien. En rustig wachten. Dat je hem terugtrekt en dat je hem rustig. Kijk, dan is dit is gewoon vanzelf. Ja, 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 ja. Snap je? Ja, hou vast. Kijk, dit is mooi. Kijk, dit is mooi. Terugtrekken en omhoog. Nou win je. Kijk, je liet hem nu gewoon liggen. En al te dik, maar ja, dat geeft niet. Maar er zat de kwaliteit in. Van heb ik jou daar. Die kwaliteit was goud. Dus erin. Kijk, daar trek je wel terug. Even wat kwaliteit, maar je blijft niet zo mooi liggen als die vorige. Ja. Gewoon lekker erin. En alleen maar met je lijn van je keu. De lijn. Hou vast, terugtrekken je keu. En omhoog. Kijk, die is helemaal niet zo slecht. Alleen je zat wat. Hoger aan je bal. En hij was wat dunner. Maar niet veel. Laag, dat is natuurlijk waar je je punten uit scoort. Hè? Als je even te hoog zit, dan is hij mis. Maar als je te diep zit, kan hij weer te sterk zijn. Ja. Maar erin. Hou vast die keu. Kijk, nou is hij te dik, maar wel heel mooi. En dit is altijd, dit hij is altijd te dik als hij ervoor te doen was. Dit is kwalitatief heel goed. Dus je keu gaat door de speelbal heen. Naar de rood toe. Je kijkt naar rood en je achterhand beweegt naar rood toe. Beweeg je achterhand maar eens. En die gaat naar rood toe. Rood. Rood. Duw. Kijk, huppa. Nou, dit is een mooie slag. Kijk, dit is een ontspannen slag. Maar wel ontspannen. Kijk, en je voelt heus wel of je hierheen gaat of daarheen gaat. Als je dunner op rood gestaan bent, ja, dan ga je naar de buitenkant. Maar dieper, dat kan je met je keu regelen. En rustig naar rood. Rustig naar rood. Rood. Huppa. Kijk. Toppertje, maatje, kom eens. Gevoeletje. Nee, dit is biljart, hè? Ja. Dus je moet met die hoogtes leren gooien. Dus dit is je dikte. Nou, ja,
dat is je lijn, dat is je lijn. En dan door de bal. Hoppa, kijk, je moet alleen dunner. Dat is het een of ander. Om geel te raken, om wit te raken. Maar dat trek is al geen kunst meer. Dat is ABC'tje. Is eigenlijk, want dat is recht achteruit en recht blijven staan. Dus kijk, de hand op je buik. Kijk, als jij je voeten zo hebt staan, kijk, dan staan je voeten goed. Kijk, als jij zo staat met je voeten en je gaat een trekstok maken en je komt omhoog en dan gaat je keu daarheen, dan staan je voeten niet goed. Zo stonden je voeten goed, weet je nog? Kijk, hier kan je mee richten. Kijk, zo ga je zitten op je dikte. Diep. Kijk, als je hier gaat zitten, wordt het een eenmanner, maar dan moet ik ook dunner. Kijk, dieper. Kijk, voelen, voelen. En mijn keu gaat daar naartoe. Terugtrekken. Controle op de lijn. Controle op de lijn. Controle op de lijn. De lijn. De lijn. Stootlijn. 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 Niet daar. Nee, geen bord kijken. Dit is een andere stootlijn. Dit is de stootlijn. Kijk, als mijn voeten zo hadden gestaan. Kijk, en ik kom omhoog, dan schuif ik mijn keu daar naartoe. Oh, daar staan mijn voeten niet goed. Dan moet ik mijn voeten goed op mijn stootlijn zetten. Dan word je killend. Naar de tweede bal toe. Dus je achterste been, als je nu omhoog komt, hè, je zou nu omhoog komen en je doet je hand op je buik, waar denk je dan dat je keu zit? Klaas. Ik denk dat die. Doe je voeten tegen elkaar? Tegen elkaar? Tegen elkaar? Nee? Nee, ja, naar haar smokkelen. Kijk, want daar zit je keu hier. Kijk, nou moet je met je voeten draaien achter de bal. Kijk, en nou moet je instappen. Dat is het verschil. Kijk, als je nu omhoog komt, kom nu eens omhoog. Kom nu eens omhoog. En je hand op je been. Kijk, en laat de achterste been staan, hè? Die alleen er tegenaan, de voorste been. Tegen je been aan. En de voorste been. Dit been tegen dat been aan. En nou sta je op de lijn en je hand op je buik. Kijk, nou sta je op de lijn. Stap maar weer uit. Met één been uitstappen. Stap maar uit. Sta je weer goed. Hier. Kijk, en stap maar weer achteruit. En haal die achterhand op de lijn. Nou sta je met je achterhand op de lijn die je hebben wil. Als ik het zo goed zie. Of je moet op dunner willen, dan moet je voet iets terug willen. Iets opzij nog. Maar ik denk dat je goed staat. En je drukt hem gewoon weg. Keurig. Hij moet even dunner alleen. Kijk, prachtig gestoten weer. Kijk, door de bal. Terug en omhoog. Kijk, je voet die staat dus even te veel hier en die moet daar staan, want dan is die dunner. Ja. Voelen, voelen, stoot. Nou komt die witte, die gele bal komt naar me toe. Zie je? Kijk, die komt naar mijn hand toe. Dus hij raakt mijn arm. Terug en omhoog. Dus statief, terug en omhoog. Dat is wat je doet. Zie je dat? Dus je hand zo lang mogelijk laten staan als je gestoten hebt. En dan, als je weg wil, ga je eerst naar het statief en dan pas aan je voorhand weg. Dan komt steeds wat meer bij. Nou ja, dat is wel een beetje van het blijven staan, dat kunstje van het. Want ik zie dat je niet je hand laat staan als je teruggaat. Heb ik ook met het borreltje op je hand, heb ik dat laten doen. Kijk, als hier een borreltje staat, stap maar weg, trek hem maar op, en een borreltje laat staan. Ja, staan blijven met borrel. En nou naar je statief toe. Nee, niet met je hand, maar met je keu. Oh, ik denk ik doe een mooi trucje. Ja, ja, maar blijf wel staan nu, hè, door dat ding, hè. Dat is ook een goede truc, hoor, die borrel. Borrel erop. Echte borrel. Nou ja, gewoon denkbeeldig, een borrel erop, dat die niet valt. Kijk, als jij stoot. Als jij dus stoot. Kijk, je hebt die borrel, zet die borrel op mijn hand. Zet die borrel op mijn hand. Kijk, je zet die borrel neer. Voelen, voelen, stoot, borrel blijft staan. Ik ga naar mijn statief toe en ik til mijn borreltje weg. Ja. Hé, hey, godverdeling, mannen komen bij elkaar. Ja, dat deed ik toch? En ik ben gecontroleerd bezig met mijn stootlijn. Ja. Of een steen. Kijk, want als ik hier een kegeltje zo neerleg, dan kan ik hem ook neerzetten zo. Trek maar weg. Dus je laat je hand naast het kegeltje staan, dus voelen, voelen, stoot, naar het statief toe en omhoog komen. Ja, kijk, dit is de beurt. Dat is mooi, hè? ABC. ABC. Ja, dat is mooi. Ja, ga vanzelf.
Kom gewoon even die borrel, hè. Maakt niet uit wat je doet, hè. Kijk, als ik me rondspelen, voelen, borrel. Die borrel staat stil, ik leg hem op mijn statief. Nou, een bosje. En ik heb mijn keuze afgewerkt. Ja. Alle ballen hebben dat, hè, Klaas. Ja. Maakt niet uit wat als je rondspeelt. Kijk, als je rondspeelt, mijn borrel staat. Ik vind, dus mijn borrel die laat ik staan. Ik laat mijn borrel staan, juist lekker dun. Kijk eens, in mijn borrel staat, ik leg hem op mijn statief en ik heb een mooi dun balletje gespeeld. Ja. Glas wijn, zit een glas wijn erop en jij wil een wijn drinken. Dus je borreltje staat en je laat je staan. Je stoot, laat je borrel staan. Kijk, laat staan die borrel. Trek maar terug op je statief. En, nee, kijk, en dat. Nou ben je er, hè? Ja.